Hi en welkom bij Ben's Q. Wil jij een keer adsoep maken in Dusshoven op de barbecue? Zoals deze. Blijf dan kijken. Voordat we onze ettensoep gaan maken, gaan we eerst twee dik bevlezen krabben. Gaan we even wat rook meegeven. Ik heb ze 3 dagen in de old brine gelegd van Great Goods. Dus ze zijn lekker gepekeld en ik heb ze een nachtje laten drogen. Verder gaan we ook deze sliet, verse worst, gaan we ook wat rook meegeven. Voor wat smaak in onze ettensoep. Zoals je ziet, we hebben nog geen rookhout toegevoegd. Dan grillverhogen erbij. Dan gaan we die mooie sliet opleggen. We zullen met een mooi bedelletje draaien. En als we dat geraden, gaat er een blokje eik bij. En ik kan ons klepje dicht. En als het eik al een beetje aan het rook is. Je ziet, ik heb het klepje open. Dan doen we elke keer een klein beetje beukhout erbij. Voor de perfecte smaak. Zoals je kan zien, ons rookhout doet goed zijn werk. Ik heb hem op een klein kiertje staan, dat er wel rook uit kan. Maar dat ook veel rook in de kamade kan blijven. Dus dat we de perfecte rooksmaak krijgen aan onze producten. De vleeskrabbetjes en onze vessoorst. En je zal zien dat je regelmatig een handje houtsnippertjes moet toevoegen. Om die rook in die kamade te houden. Lekker! En je ziet, op deze manier kan je lekker wat rook creëren. Dit gaat lekker zo. Het is een lekkere frisse dag. Lekker om een pannetje ettensoep te maken. Dus blijf kijken. Met dik bevlezen krabjes en mijn vestworst liggen er ongeveer een uurtje op. Dus het wordt tijd dat we de worst gaan draaien. Ja, ik moet zeggen, die worst krijgt toch wel een mooi kleurtje. Gaat goed zo. Een paar rookhoutjes erbij. En onze klep kan weer dicht. Inmiddels zijn we zo'n 2 uur verder. We hebben de producten gegaard bij een dekseltemperatuur van zo'n 100 graden. We gaan kijken hoe het ermee staat. We doen het klepje open. En kijken we een geweldige kleur. Het voelt stevig aan. Nou, fantastisch. Onze verse worst. Onze boerenworst, die mag rusten. Dan trek even mijn handschoen aan. Anders is het een beetje heet natuurlijk. De rooster kan eraf. We kunnen de handschoenen eruit. En zie onze dik bevlezen krabben. Voel ik stevig aan. Ik hoef ze niet te checken. Ik laat ze gewoon zien. Deze gaan daar toch in plakjes in onze soep. Dus die mogen rusten. Hij ziet toch geweldig uit. Dit moet smaak brengen in mijn ettensoep. Nu gaan we de kamado anders inrichten, dat we kunnen beginnen aan onze ettensoep. Als eerste haal de rooster eraf. Lekbakje kan eruit. En natuurlijk de pleetzetters. Mogen druk uit. We plaatsen een ring. En als we de ring geplaatst hebben, kunnen we de Dutch oven plaatsen. Wat mij betreft staat die prima zo. En als we alles geplaatst hebben, kan de Dutch oven warm worden. We gaan 1 liter of 3 water koken en dan kunnen we starten met onze ettensoep.
zoals ik al zei, we hebben 3 liter water. Dit uit de kunnen erbij. Een paar laurierblaadjes erop. Ja, op deze manier heb je natuurlijk al gelijk temperatuur in je pan. Klep even dicht. En als we split-tijd erin zitten met laurierblaadjes, gaan onze krabbetjes er ook in. Die gaan we even snijden. Ik wil hem nog laten zien. Kijk, mooi rookkleurtje. Had je. Hier ruikt geweldige rooksmaak. Top man. We gaan ze in pastroken snijden en mogen ook in de pan. En dan gaan we bouillon maken. En de pekel die in onze krabbetjes zit, geeft natuurlijk smaak aan onze soep. Kijk, is toch geweldig? Ze mogen hem soep erbij. Roeren even de etteren erin. En dan wat krabben erin. Op deze manier gaat hij zelf verder. Gaat de klep op de Dutch oven. En onze barbecue mag weer dicht. En de temperatuur van mijn soep controleer ik met een kernthermometer. Gewoon digitaal, dus je kan binnen gewoon kijken naar mijn soepje. En in de tijd dat onze bouillon in de Dutch oven zit, gaan wij de boerenworst snijden. Onze verse worst, gerookt op de Kamado. We gaan hem testen. Snijden gewoon een stukje af. Lekker man. Je eigen rookworst. Kom maar op voor je eigen ettensoep. Je huisgemaakte ettensoep. Blijf kijken. Even een stukje. In de tussentijd, dat mijn bouillon een trek is, wat ongeveer zo'n 2 uurtjes duurt, gaan wij de knolselderij snijden. We snijden wat winterpeen, wat prei, wat knoflook, wat ui, wat selderij. Dus ik ben nog even bezig, maar we hebben alle tijd. En natuurlijk moet je deze bouillon regelmatig roeren, zodat je spitetten niet aangebranden. Klepje open. Natuurlijk even handschoentje aan. Of zal het niet helemaal goed komen? Kijk, de kleur komt erop. Zo'n mooie groene kleur. Van de ettensoep. Dat is mooi stukje vlees. Kijk, in heel goed orde. Helemaal prima. Dit nog een half uurtje. Dan kunnen we onze braadkrabben eruit, onze vleeskrabben. En dan gaan we de rest van de groenten toevoegen. Dus wil jij weten hoe het gaat met onze ettensoep op de barbecue in de Dutch oven? Blijf dan kijken. We hebben een bouillon getrokken van onze splitetten en natuurlijk van onze vleeskrabbetjes. Gerookt op wat eik en wat beuk. We gaan de krabbetjes eruit halen en dan gaan we onze groenten toevoegen. Klepje hier open. Ja, dit is toch geweldig. Weer het niet. Thermometer eruit. Deksel eraf. Wajo. Beetje doorroeren. De etten doen goed. We gaan de krabjes eraf scheppen. Ja, mooi gaar. En natuurlijk gaat het vlees van onze krabjes straks weer erin. Kijk. Het is echt botergaar. Niks vergeten.
Hier nog een stukje. Even in de kast. Dan gaan we de soep vullen. Met aardappel. Aardappel en etsoep is voor de binding. Voor supersmaak. Knolselderij. Wat winterpeen. Laten we niet vergeten. Wat prei. Halve prei ringetjes gesneden. Zo goed. Roer het even door. En natuurlijk wat ui gesneden. En een beetje fijn gesneden knoflook. Maar toen zijn we nu klaar. We hebben ook wat selderij. En zal mijn groente in mijn Dutch oven zitten. Voor mijn net soep. Tik hem even af. Dan de klep terug op de Dutch oven. De klep van de kwaal dicht. Dan kan mijn soepje zacht doorgaan. Voor de juiste binding. En tussentijd gaan wij de dikbevleesde krabbetjes even fijn snijden. En als we ons vlees van de krabbetjes hebben klein gesneden, mag dan de soep erbij. Klepje eraf. Eerst nog even roeren. En dan het vlees erbij. En als onze groente ongeveer een uurtje erin zit, gaan we een beetje prakken. Deksel eraf. Thermometer F5. Maak het gewoon even fijn. Natuurlijk schuif dan de rookworst erbij. Die roeren even door. Op deze manier is onze etsoep klaar. Laten we nu even een half uurtje opstaan. We gaan een bordje maken. En natuurlijk gaan we ze lekker bordje opscheppen. Kijk. Dit is sublieme etsoep. Zijn we even in? En natuurlijk hebben we nog een roggebrood met kaasspek. Ja, dat hoort hierbij, hè. En natuurlijk wordt het dan tijd dat we ons bordje net gaan proeven. Het ruikt fantastisch. Nou, dat is goed. Als ik het ook was. Onze eigen gerookte rookworst. Vergeet niet, roggebrood met kaasspek. Geweldig. Etsoep in de dusoven van de barbecue. Top man. Ik zeg tot de volgende video. Top barbecue. Top man.